Als iemand jou anoniem belt, neem je dan op? Nee, hier hadden we het laatst nog over. Letterlijk nooit. Ik neem nooit maar hoezo niet? Want ik ben paranoia. Hi, ik ben Mies van Rooyen en ik speel Ella Jansen in de nieuwe serie Anoniem. Ik speel de zus van Boet. Hey jongens. Hoi mam. Hoi mam. Ik ben Sil van der Zwan en ik speel Boet. Mijn naam is Sierra Romero. Ik speel Mia, de leerling van Jurre en de vriendin van Ella. Goedemorgen. In dit filmpje ga je ons beter leren kennen. Let's go. Wanneer heb je het hardst moeten lachen tijdens de opnames? Dat was met jou. Oh. Ja, je had een scène en je moest dronken spelen. Oh. Oei. Hé, hey, even normaal. Ben je dronken? Ja, ik kreeg gewoon echt een slappe lach. Ik kon niet meer stoppen. Nee, dat was heel grappig. Deze vraag is voor jullie allebei. Okay. Welk item met anoniem zou je wel mee naar huis willen nemen? Dat is een goeie. Ik had eigenlijk iets moeten stelen van de set natuurlijk. Maar dat heb ik niet gedaan. Echt heel stom. Maar ik denk Jurre, die heeft op een gegeven moment als hij begint met vechten en wapens zelf te maken. Dan maakt hij zo'n hand met allemaal van die spikes eraan. Mm-hmm. Die had ik moeten stelen. Ja, dat is wel tof. Ja. Ik vind dat masker is toch wel, het is toch wel een soort van dat symbool van de serie. Maar... Ja, inderdaad. Wat is een vaardigheid die je of set hebt opgepikt? Ik denk wel iets echt specifiek is huilen. Ja? Ik moest heel veel huilen in deze serie. En je hebt ook wel een tranenstick, dus dan blaas je menthol in iemands oog. Dus daar ga je gelijk heel erg van tranen. Dus af en toe gebruiken mensen dat. Ja, op het einde komt het gewoon vanzelf. Ik moest zoveel huilen. Als je geen acteur zou zijn, wat zou je dan doen? Wat zou ik doen? Nou, ik vind het heel leuk om te koken. Ja, ik zou ook te denken aan iets uit eten, ja. Ja, in een restaurant heel graag willen koken. Ik wil graag het eten opeten. Een soort van reportage maken van het eten. Oh, bug. Ja, but then with the camera. Yeah. Als iemand jou anoniem belt, neem je dan op? Nee, hier hadden we het laatst nog over. Letterlijk nooit. Ik neem nooit maar hoezo niet? Want ik ben paranoia. Ja, maar ik ook. Maar ik dan neem ik paranoid. Op. En dan blijf ik stil. Ik had gewoon... Ja, ik bedoel, niemand gaat je vermoorden of zo. Als je... Nou, dat weet jij niet. Maar jullie dus wel. Nee, ik zeg niks. Jullie zijn living on the edge. Oh, ja. Liefst niet anoniem bellen. Nee. Bel mij niet anoniem. Ik neem niet op. Wat was de leukste scène die je hebt gespeeld? Waar ik echt het idee heb dat je echt zo helemaal in kan gooien... was dat ik denk dat mijn vader anoniem is en dan sta ik bij Stef op hun werk. En dan heeft hij een man hangen eigenlijk aan de muur, aan het plafond. En hij schiet hem dan dood en ik denk dat hij het is. Mijn vader. Ik denk dat het Jeroen is, Jurre. Op zo'n scène kan je er echt zo je hele lijf in gooien. En volgens mij val ik ook soort half op de grond. Nee. Wat loop jij nou te janken? Het is een kakkerlak. Iets wat ik grappig vond, is dat ik zeg maar boven jullie ouders dan in de serie... een beetje zo eng naar Charlotte staat, het was te slapen. Psycho! Ik vond dat heel grappig om te acteren, want ik moest echt mijn lach inhouden. Maar het ziet ook zo eng uit van achter gefilmd. Hey, ik vond in het algemeen de familiescènes, als wij aan het eten waren... En dan is er toch wel weer iets dat ze denken dat ze het weer dramatisch maken. Dat er wel eens... Dat kan je gewoon niet laten. Nee. Niet laten. Alles wat je gebruikt. Dat is anoniem. Kijk anoniem voor drama. Ja. Als je dan de aflevering wilt zien van Anoniem, waar kan je het zien? Elke vrijdag om 8:30 op NPO 1, BNN Vara. Ja, en als je alle afleveringen alvast wilt streamen, kan je ook naar NPO+. Dankjewel voor het kijken. Ja. Doei. Ja, bedankt voor het kijken. Dag.